Leuk dat jullie kijken in deze video. Vandaag ga ik een eetdagboekje filmen, want ik heb een stok achter de deur nodig. Als je denkt, kind, wat zie je er rough uit? Dat is omdat ik een rough day heb. En daarom heb ik die stok achter de deur nodig. Ik ben een mega emotionele eter. En ik heb vandaag gewoon een emotionele dag. En ik wil dat niet gaan wegstoppen. Ik wil dat niet gaan overriden. Ik ga het gewoon omarmen. Want vandaag mag ik zielig zijn. En vandaag mag ik verdrietig zijn en boos zijn. En ik mag vandaag een off-dag hebben, maar ik mag vandaag niet mijn progressie ruïneren. En daarom ga ik het filmen, want dat is, jullie zijn echt mijn stok achter de deur. Als ik een eetdagboekje film, dan hou ik me ook echt precies aan alles wat ik laat zien. Dat is voor mij gewoon een hele goede manier om te voorkomen dat ik straks een hele zak chips achter elkaar ga opeten voordat het 11 uur is. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. Vind je nou eetdagboekjes leuk om te kijken, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle video's die ik post. En dan gaan we gelijk aan het ontbijtje beginnen. Op 12. Ik ga lekker aan de lunch beginnen. Ik voel me ondertussen al een stuk beter, want ik heb heel wat werk kunnen verzetten. En ik heb met deze manier een heerlijk stukje kunnen wandelen. Ja, jij vindt dat niet leuk en jij houdt niet van wandelen. Nee. Oké. Okay. Dus ja, ik ga een koolrabi salade maken. Ik heb nog nooit op, maar ik heb een receptje gevonden en het zag er wel lekker uit. Dus dat ga ik proberen. En ja, ik ben benieuwd. Hebben jullie wel eens koolrabi op? Ik heb zo'n idee dat als het naar witte kool of zo smaakt, dat ik het niet lekker vind. Maar goed, we gaan het zien. All people start to ask me why. What you gonna do with all that green? I'm gonna feed my monkeys with it. They all hang out by the pool. Next to my backyard roller coaster. With my face on a giant poster. Tonight we're having oysters. With the Kobe steak in the toaster. When you feed my lions and shit, you better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scarlett J and then Natalie P. What you gonna do? Middag gehad. Ik heb een video geëdit en ik heb wat kennisdocumenten afgerond voor coaching cliënten. Die wil ik hebben gaan bijvoegen. En ben aan het werk aan een PDF document dat gratis gaat zijn. Dus dat is ook heel erg leuk. En anders ben ik ook mijn water aan het opdrinken. Dit is echt mijn nieuwe tip, hint om meer water te drinken. Ik drink het uit deze soort van mason jars met een dopje waar ik een rietje in kan doen. En dat scheelt gewoon heel veel plastic flesjes. Ik maak dat ik altijd maar een paar plastic flesjes koop. Omdat ik dan eigenlijk bewuster wil zijn dat ik niet veel plastic creëer. Maar tegelijkertijd drinkt het ook niet echt heel erg lekker. Dus dit drinkt wel heel ideaal. En ik heb er geloof ik al bijna 6 van op. Dus ruim voldoende. Ik ga nu een snack nemen, anders is het te laat. Ik heb trouwens ook nog een sport. En dat heb ik gefilmd. In ieder geval een stukje van de buikspieren. Dus die komt ook online. Of die is misschien online, weet ik niet. Van hoe ik het ga doen. Ja, dus ik ga even snack eten, anders hoeft het dus niet meer. Ik dacht niet echt honger, maar ik heb mijn ochtendsnack ook niet gehad. En anders zit ik veel te laag in calorieën. Dus dan denk ik dat ik aan het einde van de dag echt een soort van vreetaanval ga krijgen. Dus ik ga wel wat eten en dan ga ik mijn borst even uitlaten. En ik denk dat ik een lijstje voor morgen maken, zodat ik vanavond daar niks meer hoef te doen. Als het goed is, Pascal vanavond weg, dus dan kan ik nog even wat rommelen, misschien even wat vooruitwerken, maar het hoeft in principe niet. Dus dat is wel lekker. Een beetje chill. Dit is eigenlijk de enige dag dat ik geen verplichtingen heb. De komende 2 weken nog. Het is nu vrijdag en volgende week werk ik nog een hele week. En de week erop werk ik nog een hele week. En dan heb ik 3 weken vrij. Dus ik wil ook een beetje vooruitwerken. Dus ja. Dat is het nu een beetje. Lekker snacken. Under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard. Het is alweer 6:10. Ik ga lekker aan het avondeten beginnen. We eten af een bonusschotel. Ik ben gewoon buiten gaan. Ik heb een paar keer de handstand geoefend. Want vroeger zat ik op turnen en kon ik echt heel goed een handstand doen. Dan vond ik zo dit lopen. Gewoon wel een overstand dat je overklapt in een brug.
kon een radslag overslag doen, hoe zeg je dat? Handstand overslag. Flikflap. Iets. En dat wil ik graag weer kunnen, of in ieder geval die flexibiliteit terugkrijgen. Ook omdat de kinderen dat op het veld aan het doen zijn. Dus dat ga ik gewoon iedere avond een beetje oefenen. En dat heb ik nu gedaan. En weet je, de handstand op zich kan ervan, maar ik ben gewoon bang om die overslag te maken. Dus ik ben bang dat ik doorsluis. Dat doe ik nu nog voor een muur oefenen. Dus ik ben gewoon uiteindelijk, ik had het heel veel goed aan net. Dus, maar dat geheel terzijde, ik ga lekker een bonenschotel maken met krieltjes. En daarbij gebruik ik de leftover kidneybonen die we vanochtend hebben, vanmiddag hebben gebruikt voor de lunch. Ik had nog een half bakje daarvan over. En dan de kidneybonen die ik nog over had. Dus op die manier. Het is een beetje hetzelfde eigenlijk als vanmiddag, maar dan zonder de sla met krieltjes. Op die manier hoef ik niet zo heel veel verschillende boodschappen naar huis te halen. En hou ik ook niet zoveel over in mijn koelkast dat niet gebruikt gaat worden of wat ik weg moet gooien. Geen tip.